Zo, ik ben onderweg en ik heb net nog wat mailtjes verstuurd en recensies geschreven. En ik had nog 2 uur of zo. Dus ik ga onderweg. Ik heb heel veel zin in. Nou ja, in Spanje kan je natuurlijk ook niet anders. Ja. Ja, we gaan even een groene appel kopen voor het event. En nu op weg naar de Jumbo. Nou, hier is hij dan. Die ene groene appel die we moesten kopen. Ik denk dat we hier een prijs voor krijgen voor de beste bijdrage van de dag. We hebben het hele event nu gered. Nu maar even kijken waar het voor nodig is, hè. Nou, hier is het. Bij Walking Chair, dat was het. Met appel. Kijk, Esme wordt al mooi gemaakt op de foto. Heb je er zin in, Esme? Tof. Kim, hoe vind je dat op de foto gaan als de koffer van het boek? Leuk, nou weten we ook waar de appel voor is. Precies. Heb je er zin in dat je op de foto gaat? Zit je ook bij ons? Ja? Je bij ons het groepje? Ja! Oh, dat is kei leuk! Natuurlijk zitten we wel. De. Kei leuk. We zijn mooi gemaakt, dacht dit is het toch helemaal mooi. En we gaan nu van letteren. Woe! Met Karin. North. Lekker taartjes mee. Cheesecake. Oh. We gaan hier een armbandje maken of zo. Een medaillon. Ik heb het even gemaakt. Kei mooi. Kei leuk. Bij Jenny. Waar gaan we nu heen? We gaan naar Amersfoort, Jelvoort. Yeah! Tweede stop, Jelvoort. Yay. Hoe was Jenny Hen? Jelvoort. Leuk, heel leuk. Top. Jenny Hen was fantastisch. Ja, echt hè? Ja, nee. Zij is zo lief. Ja. Ik had school. Hoe was school, Katja? Dat was eigenlijk best wel interessant. De reactie die ik had verwacht. Ik ben voor het boek uitgekomen als gesteld. Ik wist niet dat ik geboren was. Tenminste, de mensen die me naar die leren kennen, dus de collega's en nieuwe vrienden. En ik had. Do you like it so far? What have you guys seen on what countries? Well, I was here last weekend because apparently I visit the Netherlands every weekend. I was here last weekend and I was in Amsterdam the whole time. So that's, well, we visited Rotterdam and we went to this amazing. Nou ja, we zijn al bijna op het einde. Ik ben vergeten te vloggen. Ik heb deze gemaakt, de Halloween editie. En iedereen is lekker aan het tekenen. Het is best wel een volle tafel geworden. Hey Rosa, waarom ben je niet aan het tekenen? Ben je moe? Ja, dat moeten we gaan doen. En dan moet je kijk, wat jij is ook aan het tekenen. Andere dingen gaan doen. Zijn we even een markt vloggen? Hi, het is nu bijna 8:30. Ik ben bijna thuis. Eindelijk. Ik ben echt like. 12 uur weg is. Dag 1 zit erop. Jalfoort was leuk. Ik ga nu lekker naar huis. Morgen weer een dag. Morgen naar Zevenaar. En ik ben benieuwd. Ik ben wel heel moe. Maar we zullen zien hoe het morgen gaat worden. En nu is het donker. Tot morgen. Op naar dag 2. Ik ben onderweg naar Zevenaar. Ik zit nu op de bus te wachten. Kijk, we zijn bij Boek en Bureau. Anders wil niet op de film. Deze is vet. En ik heb boekenbon. Tenminste, ik heb mijn VVV-bonnen bij me. En ik zag net een tof boek voor 7,50. Ga ik kopen.
klaar om aan de slag te gaan. Nou, dan hoop ik dat je ik ga in ieder geval eerst wat vertellen over het ontstaan van de relatie. En dan wat voor soort verhaal. Waar zou dan een voorstel van? Ik wil naar een stuk aan hoe deze zou doen. En 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 hoe deze zou doen. Dus ja, vandaar dat ik nog een heel vroeg stadium op mijn stuk heb gelezen. Dat ze daar waren was en daarna je eindelijk verschillende 5 jaar ineens dacht van, oh ja, dit oh, dat ja, dat was heel gek, want het hele boek is best wel veranderd natuurlijk. Mm-hmm. En daardoor, en het was natuurlijk al een paar jaar terug, want ik heb het boek volgens mij in 2013 gelezen, kan dat kloppen? Ja, ja, kan kloppen, ja. Volgens ja. mij wel. En ja, 2016 is het uitgekomen, dus dat is 3 jaar geleden. En als je heel veel leest, ja, dan vergeet je natuurlijk ook wel eens wat. Maar het was net van, het duurde gewoon eventjes dat ik dacht, hè, klopt dit? Is het echt zo? Ja. Dus ergens op mijn computer zweeft inderdaad nog het eerste versie. Dus dat is wel heel grappig. Ik ben overigens wel heel blij dat de eerste versie geen toekomst is. Ik zou het niet zo echt gaan.